Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amersfoort in C en de Museumvereniging. Bij Verborgen Museumschatten. Vandaag zijn we in Amersfoort, waar we maar liefst 3 musea bezoeken. Het Mondriaanhuis, Kunsthal Kade en Museum Vlegiet hier achter mij. We gaan op zoek naar die verborgen schatten die we normaal gesproken nooit te zien krijgen. Goedemorgen. Hi, Maria. Paul. Wat een bijzondere plek, Paul. Ja, prachtig, hè? Je loopt hier net onder de Koppelpoort door. Ja. Die is eind 14e eeuw gebouwd. Toen was dit de rand van de stad met de stadsmuren. Ja. En nu verbindt het oude met het nieuwe Amersfoort. Hier op de achtergrond het Eemplein met het Eemhuis, waar Kunsthal Kade ook in zit. En daar gaan we straks ook een kijkje nemen. Maar dit is echt zo mooi dat je hier 14e eeuw en het hier en nu naast elkaar hebt. Naast elkaar, absoluut. Ja. En het bijzondere in Amersfoort is dat die 3 musea heel erg samenwerken met elkaar. Klopt, we werken heel nauw samen en we hebben ook allemaal onze eigen specialisme. Kunsthal Kade, daar. Zit helemaal op de hedendaagse kunst, heeft eigenlijk ook geen eigen collectie, maar organiseert een tentoonstelling nationale en internationale kunst, hedendaags. Ja. Museum Vlegieten, nou dan duiken we eigenlijk direct de historie van de stad in. En verderop het Mondriaanhuis, nou ja, de geboorteplek van Piet Mondriaan, wie kent hem niet? Nou Paul, 3 musea, dat is een hoop verborgen museumschatten verwacht ik dan ook. Waar moeten we beginnen? Nou, nu we hier bij deze plek staan, stel ik voor dat we naar de stadshistorie gaan, beginnen we bij Museum Vlegieten. Mag ik je voorstellen aan Onno Mauren? Hi Onno. Hallo. Nadia. Welkom in Museum Vlegieten. Je bent de conservator en directeur hier. Allebei, inderdaad. Dus dan kan je me vast vertellen wat ik allemaal kan zien vandaag. Ik zie een heleboel te zien. Dingen over oud Amersfoort, maar ook moderne kunst. Dus kom maar kijken. Nou, hier zie je meteen een aantal topstukken uit de collectie van het museum. Het grote stadsgezicht op Amersfoort door Matthias Withoos, geschilderd in 1671, was een opdracht van het toenmalige stadsbestuur. Ja, nu zou je een luchtfoto kunnen maken, maar toen moest de schilder die mooie stad vastleggen. Het behoort tot de grootste stadsgezichten uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Ja, hier zie je inderdaad de stadsgeschiedenis van Amersfoort. Maar als ik dan hier zo achter me kijk, zie ik ook heel veel moderne kunstwerken. Wat is daar precies de reden van dat het hier hangt? Nou, dat is het leuke van Museum Vlegieten. We houden ons dus niet alleen maar bezig met die Amersfoortse geschiedenis, maar ook met moderne kunst. Of ja, laten we zeggen, de kunst uit het tijdvak ongeveer 1850 tot 1980. Dat is de periode die wel de moderne tijd wordt genoemd. En dan zie je hier toevallig werken van de beroemde Cobra-schilders hangen. Werk van Theo Wolvenkamp. Dat is ook in de collectie van het museum opgenomen. Maar waarom? Wat heeft dit met de geschiedenis van Amersfoort te maken? Nou, dat heeft te maken met het feit dat er heel veel collectioneurs al vanaf het begin van de 20e eeuw, 1906 was de eerste grote schenking, hun collecties aan dit museum hebben overgedragen. En dat heeft ertoe geleid dat er van alles en nog wat in de collectie is beland. Dus niet alleen maar die oude kunst en oude voorwerpen, maar ook kunst van de 20e eeuw. Ja, we zijn hier natuurlijk voor verborgen museumschatten. Moet ik dan aan oude objecten denken of zijn dat wel weer de iets nieuwere kunstdingen? Nou ja, we zijn in Vlegieten, daar heb je dus oud en nieuw, dus ik heb ook maar een oud en een redelijk jong object gekozen. In het depot? In het depot, dan moeten we die kant op, trapje af. Ik zal je even voorgaan, het is wat krapjes hier, maar hier is het depotje. En daar heb ik wat moois opgezocht. Kom verder, dit is het depot. Het depotje. Het is niet een heel groot depot. Nee, dat klopt. Dit is het inpandige depot. Het museum heeft ergens op een industrieterrein nog een heel groot depot. Oké. Okay. Ik heb hier iets opgezocht en dat staat hier. Ik zal het voor je uitpakken. Een schilderij uit 1927. Een schilderij van een bekende Nederlandse schilderes. Zo. Wauw. Ja, mooi, een dubbelportret. Een dubbelportret van een Amersfoortse schilder, Jacob Nieweg, met zijn vrouw Nijne. Maar geschilderd door Charlie Thorop. Misschien dat je die stijl wel een beetje herkent. Dat is een bekende naam, ja. En het leuke is dat dit schilderij, en dat bleek toen Christie's een veiling organiseerde, 5 jaar geleden, dat dit schilderij geschilderd is. Althans, het makingsproces van dit schilderij is vastgelegd
door de man die hier geportretteerd is. Dat schilderij zal ik je ook laten zien. Ik ben benieuwd wat je precies bedoelt. Nou, laat ik je vertellen dat Jacob Nieweg was een groot bewonderaar van Vincent van Gogh trouwens. En hij was voor aanvankelijk predikant, maar werd vanaf 1914 schilder. Ja. Maar die vond het zo'n eer dat Charlie Thorop, die toen al, 1927, best naam had gemaakt. Ja, help maar met het uitpakken. Ja. Hij vond dat zo'n eer dat Charlie voor zijn 50ste verjaardag hem en zijn vrouw ging schilderen. Dat hij, terwijl hij dus geposeerd werd, af en toe zelf ook naar een ezel liep om dat schilder van Charlie weer te schilderen. Kijk. Want wat zien we hier? We zien hier Charlie Thorop, die dat schilderij aan het schilderen is. En het is geschilderd door de man die je daar rechts ziet, Jacob Nieweg. Dus het is een soort van making-of. Terwijl hij geschilderd, heeft hij haar geschilderd. Ja, dit is de making-of van dit schilderij. Dat heeft de man die je daar ziet meteen gedaan. Hij zal wel af en toe bij het poseren pauze hebben genomen om zelf achter de ezel te gaan zitten. Charlie schilderend weergegeven. En dat heeft hij gedaan in zijn typerende pointillistische stijl. Dat is die stippeltjes techniek. En we zien hier Charlie, 1927, met kenmerkende kapsel. Met die enorme geconcentreerde blik op dat schilderij. En ze met die penseel is ze bezig met het schilderen van Nijne Nieweg. Ja, want je ziet inderdaad nog haar gezicht een beetje hier terugkomen. Ja. Maar horen deze schilderijen dan eigenlijk bij elkaar? Ja, eigenlijk horen ze bij elkaar. Ze waren dus heel lang niet bij elkaar. Dit schilderij was al jaren in de museumcollectie. En dit dook dus op 5 jaar geleden bij Christie's. Dus waar dat schilderij al die jaren geweest is, dat weten we ook niet. Maar het is natuurlijk fantastisch dat ze nu weer samen terug zijn in Amersfoort. Want daar zijn ze gemaakt. Maar wel in een depot. Wel in een depot. Ja, ik denk dat het trouwens een goede gelegenheid is om ze weer eens op te hangen. Okay. Want dit is natuurlijk leuk voor de mensen om dit duo ook in de museumzalen te zien. Maar ja, je kunt helaas niet altijd alles laten zien. Dus dit soort interessante dingen brengen een groot deel van hun tijd in depot door, helaas. De andere museumschat heeft te maken met iemand die in Amersfoort geboren is. In 1547 een hele beroemde Nederlander werd, maar wel op een hele nare manier aan zijn eind kwam. Ja, je hebt het over Johan van Oldenbarneveld. Exact, dat kun je hier zien. Hier is het leven van Oldenbarneveld in strip uitgebeeld. Okay. De belangrijke episodes uit zijn leven zijn hier te zien. Hij werd in Amersfoort geboren, werd advocaat, klom op in de politiek, maakte carrière, werd raadspensionaris van de Staten-Generaal, dus de Mark Rutte van die tijd, ja. Begin 17e eeuw. Hij was goed bevriend met Maurits, de zoon van Willem van Oranje, maar uiteindelijk heeft Maurits hem toch in de steek gelaten en zelfs een beetje verraden, wordt er gezegd. En dat heeft tot een nare terechtstelling geleid, tot zijn dood in Den Haag. En een object dat daarover gaat, ga ik je in het Open Depot laten zien. Het Open Depot? Ja, het Open Depot, dat hebben we ook nog. Dus hier kun je achter deze glazen deuren allerlei voorwerpen zien uit de museumcollectie. Wow. Van archeologische opgravingen tot porselein en tinnen kannen, pistolen zelfs, oude pistolen. Ja, en dat voorwerp waar het om draait, rond die figuur van Oldenbarneveld. Wat is het precies? Dat had met zijn dood te maken, zei hij. Het zijn niet pistolen, hè? Nee, het zijn niet pistolen. Wel iets dergelijks. Ik ga even handschoenen pakken, want ik denk dat verstandig is dat we die aantrekken. Ik zal jou ook een paar handschoenen geven. Dan mag je dat voorwerp straks ook even in de handen nemen. Nou, je maakt het wel spannend, Onno. Wat is het? Ja, het is ook wel een heel spannend voorwerp. Het is het beroemde stokske van Oldenbarneveld. Het stokske dat hij bij zich had toen hij in 1619, op 23 mei, in Den Haag het schavot betrad. Ja, en het stokske die hij vasthield op het moment dat hij onthoofd werd, exact. Die ligt hier. Dat ligt hier, dat stokske. Gaat pakken uit de vitrine. Ja, hier is het stokske. Nou, neem het maar even aan. Oh jee. En je kunt iets Er staat ook zijn initialen staan er zelfs in, joh. Ja,
Ja, Johan van Oldenbarneveld, J. van O. Maar dit is niet zijn, de echte stok die hij toen vasthield toen hij... Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, er zijn meerdere stokskes. Ook het Rijksmuseum bewaart een stokske van Oldenbarneveld. Maar laten we zeggen, die historici, de kenners zijn er nog steeds niet over uit welk stokske nou het echte stokske is. Zolang de bewijzen, laten we zeggen, niet geleverd zijn, is het 50% kans dat we hier over het echte stokske hebben. Maar ja, of het dit stokske is of dat andere stokske, je zou wel van een icoon van de vaderlandse geschiedenis kunnen spreken. En dat heb jij nu in je hand. Maar het stokske, dat is wel heel bekend ook. Ja, het is bekend omdat Joost van der Vondel er een gedicht over geschreven heeft. Ja, en het gedicht heeft hij ook heel lang weggehouden, nog niet durven publiceren. Want het gedicht zat eigenlijk vol met kritiek op die terechtstelling van Oldenbarneveld. Ja, want eigenlijk was het onterecht dat hij... Ja, je kunt van verraad spreken door zijn oude makker Maurits, die ertoe heeft bijgedragen dat van Oldenbarneveld op die nare manier aan zijn einde kwam. En geofferd is in een politieke intrige die buitengewoon gecompliceerd in elkaar zat. Stel je graag voor aan Mairet van Es, de educator van de kunsthalkade. Kunsthalkade, ja. Dat betekent veel kunst. Dat betekent heel veel kunst, inderdaad. Ja. En dat betekent ook geen museum. Dus daar gaan we zo meteen wat meer over ontdekken. Geen museum? Ja. Dat vind ik apart. Maar wat is het dan wel? Het is geen museum, maar een kunsthal. En wat dat betekent is dat we geen eigen collectie hebben. Dus we maken wel een aantal presentaties per jaar, ja. Maar niet met onze eigen kunstwerken. Maar dat betekent eigenlijk dat jullie alleen maar verborgen museumschatten hebben, kan ik het zo zeggen? Dat klopt eigenlijk wel. Ja, we halen werk uit depots van andere musea die we mogen lenen van hen. Ook wel eens uit depots van kunstenaars, dus die hebben zelf heel veel werk gemaakt en dat hebben ze zelf nog in hun opslag. Of van verzamelaars, dus dan komt het boven de bank vandaan en komt het hier een tijdje te hangen. Ja. En dit dan? Ja, dit werk is van Richard Long. En dit is een landschapskunstenaar. En hij heeft een heleboel takken verzameld, zoals je kunt zien. Het zijn alleen maar takken, ja. Ja, dat klopt. Wat kan ik hierin zien? Misschien zie ik het niet gelijk. Heb je zelf al een gevoel erbij of een indruk ervan? Nou, ja, nee, eigenlijk niet. Het is een soort, een cirkel met takken, heel eerlijk. Ja, hoe noem je dit soort kunstobjecten? Dit is een landschapskunstwerk en je kunt het ook onder conceptuele kunst scharen. Maar wat is dan het concept van deze cirkel? Richard Long deed heel veel werk met cirkels en met lijnen. En hij vond dat je niet te ingewikkeld moest doen. Dus de natuur, cirkels, lijnen zijn heel eenduidig en daar kun je een heel krachtige emotie mee oproepen, dacht hij. Maar Mairet, als je hier zo naar kijkt, wat voor gedachten heb je zelf bij deze houten cirkel? Gedachten die bij mij zelf opkomt. Ik vind het alleen al door de hoeveelheid takken, het is heel indrukwekkend en groot. Je kunt er omheen lopen, van alle kanten bekijken. En het mooie is ook dat het kunstwerk eigenlijk er elke keer weer anders uitziet. Als het hier aankomt, we lenen het dus van een museum, krijgen we een kist en daar zitten takken in. En we krijgen een beschrijving van hoe het er ongeveer uit moet zien. Ja. En dan komt er gelukkig ook een medewerker van het Van Abbe Museum, van wie dit kunstwerk dus is. En die komen ons dan helpen om het te installeren. Maar dat betekent dus niet elk takje staat aangegeven op die plattegrond. Want het gaat er uiteindelijk om dat we samen een cirkel gaan vormen met wat glooiende vormen erin. Ja, maar hij verandert dus wel constant. Ja, hij is dus nooit altijd hetzelfde. Nou, de meeste kunstwerken blijven gewoon goed. Ik kan me voorstellen dat dit niet altijd zo blijft. Dat hout gaat natuurlijk op een gegeven moment weg een keer. Ja, het is een kunstwerk uit 1977, dus het houdt dat al best wel een hele tijd uit, gelukkig. Ja. Maar dat klopt. En zeker met landschapskunstwerken die we hier nu laten zien, is het zo dat veel werken of heel goed moeten worden bijgehouden of vergaan op een gegeven moment. Maar dat is eigenlijk wel een beetje inherent aan die kunststroming. Als je werkt met de natuur, dan betekent dat dus ook... Leven. Dat het op een gegeven moment over kan gaan. En is dat misschien wel onderdeel van het kunstwerk. Als de presentatie van deze houten cirkel straks voorbij is, wat gaat er dan mee gebeuren met de takken? Dan gaan ze weer terug de doos in en terug naar het museum. En waarschijnlijk ook terug naar het depot. Tot er weer een andere instelling of het museum zelf besluit om het weer te gaan presenteren. Oh, hier werd Piet Mondriaan gewonnen, staat er. Ik ga voorstellen aan Marjorie Degen. Hoi. Hoi, Marjorie Degen. Je bent conservator van het Mondriaanhuis? Ja, dat klopt. Ja. Okay.
Piet Mondriaan is ook echt in dit pand geboren hier in het huis. Ja, dat klopt. In 1872 is hij hier geboren. We vertellen hier in het museum van alles over zijn leven en ook over zijn werk. We hebben bijvoorbeeld zijn Parijse atelier 1-op-1 nagebouwd en dat ga ik je laten zien. Oké, waar moeten we heen? Die kant op. Als eerst kom je hier in het woonvertrek van Piet met een heel klein keukentje en hier achter het gordijn een bedje. Het stelt niet zoveel voor, nee. Het ziet er ook een beetje armoedig uit zelfs. Hij had dus echt geen geld. Nee, dat klopt. Als kunstenaar was hij in die tijd helemaal nog niet succesvol. Dus dit was eigenlijk alles wat hij zich kon veroorloven. En wanneer begon dat een beetje te veranderen? Echt de laatste 2 jaren van zijn leven begon hij een beetje beroemd te worden. Dus dat heeft hij eigenlijk bijna niets van mee mogen maken, helaas. Maar gelukkig is het niet zo klein als het lijkt. Er is nog meer. Nou, welkom in zijn atelier. Wauw. Heel anders en nog een stukje groter. Ja, maar hier zou ik een stuk gelukkiger van worden als dat ik alleen daar zou moeten leven. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En duidelijk Mondriaan inderdaad. Ja, zoals je ziet, de schilderijen die gingen echt voor zijn hele omgeving leven en zijn hele leefomgeving werd erop aangepast. Ja, dus hij leefde ook echt, zeg maar, tussen zijn kunst. Ja, hij leefde in zijn hele eigen abstracte wereld. En ik heb je eigenlijk wel iets heel bijzonders te laten zien boven hier in het museum. Daar is onze werkplek en daar is wel iets bijzonders mee aan de hand. Oké. Ik ben benieuwd. Maar we gaan dus nu eigenlijk achter de schermen. Ja, dat klopt. We gaan nu kijken naar mijn werkplek. Maar het valt wel mee hoe erg dat achter de schermen is. Want af en toe lopen bezoekers ook gewoon ons kantoor binnen per ongeluk. Oh. En dat geeft helemaal niks. Want er is een heel mooi verhaal bij eigenlijk. Nou, dit zijn dus onze kantoren. En dit is mijn werkplek. Oké, dus hier zit jij altijd. Ja, hier zit ik. En bezoekers komen hier af en toe per ongeluk wel eens binnen, omdat ja, het is gewoon een gek deurtje in een gang. En daar heb ik eigenlijk dan een heel leuk verhaal bij, want zij schamen zich een beetje. Maar dat is nergens voor nodig, want dit is de meest bijzondere ruimte in het hele museum. Dit is namelijk de plek waar Piet in geboren is in 1872. Oh, in deze ruimte waar jullie nu werken? Dit waren de slaapkamers van de familie Mondriaan. Oh, wat grappig. Oké. Okay. Maar hier heeft dus echt zijn wiegje gestaan? Hier heeft zijn wiegje gestaan. Hier is hij geboren. Unieke werkplek, hè? Ja, absoluut. Het is heel mooi dat je op zo'n symbolische plek mag werken natuurlijk. Waarin zijn hele leven en werk eigenlijk centraal staat. We laten hier aan de hand van een tijdlijn zien hoe zijn werk evolueerde. Maar we laten ook zien hoe zijn familieomstandigheden waren. En wel heel bijzonder, we hebben hier een maquette van het huis. En zoals je kunt zien, staan er een heleboel bankjes in. Want toen Mondriaan hier geboren werd, was het een school. Vader Mondriaan was hoofdmeester van een basisschooltje. Ja. Gevestigd in dit gebouw. Dus Mondriaan is eigenlijk geboren in een school. En als ik hier zo rondkijk in die tijdlijn, wat me dan opvalt is die eerdere jaren. Ja, ik zou echt niet zeggen dat het van Mondriaan was. Maar hoe komt het dat het zo'n verschil is? Ja, dat klopt. Mondriaan is echt opgeleid eigenlijk als een beetje een klassieke schilder. Hij wilde ook tekenleraar worden, geen kunstenaar, want daar was geen droogbrood in te verdienen. Ja. Vader Mondriaan was ook opgeleid als tekenleraar en zijn oom Frits die was ook klassiek landschapsschilder. En vandaar een beetje die klassieke inslag bij het vroege werk van Mondriaan. Maar je ziet eigenlijk al heel snel op de tijdlijn dat dat ook verandert. Want na het verlaten van de kunstacademie bedacht Mondriaan dat hij toch kunstenaar wilde worden en echt zijn eigen werk wilde volgen. Dus als je naar de tijdlijn kijkt, zie je al heel snel de kleuren veranderen. Je ziet steeds een beetje minder goed wat het voorstelt. En op een gegeven moment wordt het zelfs helemaal abstract. En zien we de schilderijen zoals we die echt van Mondriaan kennen natuurlijk. En een heel grappig en bijzonder werk is wel recht onder 1917. Zie je een werk tegen een witte achtergrond met allemaal pastelkleurige rood, geel en blauw vlakjes. Ja. En daarvan is een tekening bekend, een voorschet. En die is eigenlijk heel figuratief. En die hebben wij hier. Oké, okay. En die staat ook hier ergens tentoongesteld? Ja, nee, normaal niet. Die staat in ons depot op het moment. Maar we hebben hem even tevoorschijn gehaald als onze museumschat. Dit is hem? Ja, absoluut. Wow. Een potloodtekening uit 1917 en eigenlijk een heel bijzonder werkje. En dit zou een voorschet zijn van het werk dat ik je net liet zien op die wand.
Met die gekleurde, pastelgekleurde blokjes. Maar wel, ik zou niet zeggen dat dit dan daar vlak voor zit. Hoezo zeg je dat? Nee, ja, je moet het zien dat Mondriaan in zijn vroegere werk de schetsen steeds verder abstraheerde. Dus dat het van een tekening, een echte natuurgetrouwe tekening als deze, steeds hokkeriger en meer rechtlijnig werd. En op die manier een abstract schilderij. Maar deze tekening is dus niet te zien voor het publiek. Hij staat normaal gesproken in het depot. Ja, dat klopt. Normaal hangt hij in ons depot. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat hij niet past in de huidige opstelling. Qua kleuren niet en qua compositie niet. Maar het is wel een heel bijzonder werk. Maar wat ook meespeelt is dat we eigenlijk niet zo goed weten waar het werk vandaan komt. De herkomst is niet helemaal te traceren. Dus daar moet wellicht nog heel veel onderzoek naar worden gedaan. En daarom bewaren we hem eigenlijk ook wel in het depot. Majori, Maret en Onno, ontzettend bedankt voor alles wat ik vandaag gezien heb. Drie musea hier in Amersfoort. Ik vond het geweldig. Wij gaan heel goed op die schatten passen. Ja, bedankt Onno, dat klinkt goed. Volgende week zijn wij tussen prachtige vliegtuigen, namelijk in Lelystad bij het Aviodroom. Dus heel graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Amersfoort in Zee en de Museumvereniging.